Hello everybody. Ik zit lekker aan mijn bureau. Ik ben aan het werk. Ik heb straks over een paar minuutjes een meeting. En ik heb zojuist de verwarming eventjes keihard gezet, want het is kapot koud. Volgens mij gaat de zon wel vandaag schijnen, maar het is nu echt zo koud dat gewoon mijn neus en mijn oren gewoon niet aan kunnen. Ik heb nog helemaal niks gegeten, echt slecht. Dus na deze meeting ga ik wel gelijk even wat eten. Ik denk sowieso avocado met ei. En ik ga vandaag ga ik trouwens wel bowlen. Vorige week ging ik natuurlijk door omdat het zo hard waaide. En ik weet eigenlijk niet wat ik dit weekend nog ga doen. Dus ja, ik neem die gewoon mee. En dan zien we wel. Ik ben sowieso nog tot in de middag aan het werk. Oh ja, vandaag wilde ik TikToks maken. Nou, even kijken of ik dat nog wil doen. Want ik heb vandaag echt zo'n dag dat ik denk, ik heb nergens zin in. Ik ben moe, ik heb hoofdpijn. Misschien dat ik dat dit weekend dan wel doe. Nou, ik kijk nog wel even. Oké, ik ga mijn ontbijt maken. Volgens mij heb ik altijd deze trui aan als ik aan het vloggen ben. Dit is niet de enige trui die ik heb hoor. Ik ga een ei maken. Sadly. Hey, de zon. Er is maar één ei. En trouwens jongens. Ik heb een nieuw brood. Kijk. Dit is een soort van beschuitbrood. En dan ga ik dit eten. Eentje met ei. En eentje met avocado. Ik heb dus geen goede deksel hiervoor. Ik weet ook niet of hier een deksel bij hoort bij deze pan. Maar we doen het maar gewoon zo. En mijn nagels zijn echt disgusting. Lekker eten jongens. Het ziet er amazing uit. Maar ik wilde jullie mijn bloem laten zien. Wel een week later, maar... En ze zijn ook dood. Maar toen ik had echt een hele grote bos bloemen voor me gekocht. Zo'n leuk hartje. Ik ga deze echt bewaren als memory. Zo cute! Oké, die ziet er heel suf uit nu dat ze dood zijn, maar... Ze waren echt... Prachtig. Echt waar. By the way guys, ik heb eergisteren Euphoria helemaal uitgekeken. Zo heftig. Ik ga niet spoilen, maar ga dit alsjeblieft kijken. Het is echt wauw. Het is echt wauw. Ik had niet verwacht dat het zo'n serie zou zijn. Ik had gewoon zo'n tiener serie verwacht, weet je wel. Gewoon zo'n standaard, maar... Dit is echt, denk ik wel een van de beste series die ik heb gekeken. Het is zo goed geacteerd. En Zendaya die speelt erin. Zij was natuurlijk eerst van Disney. Tenminste, ze was niet van Disney, maar ze speelt altijd in Disney series en zo en films. Dus ik had helemaal niet verwacht dat zij zo zou acteren in een serie. En het is echt wauw. Echt. Zij verdient echt een Oscar, want dit is gewoon... Niet normaal. Oké. Ik zie er echt uit als een... Ik weet niet wat. Maar... Ik ga even mijn wenkbrauwen verven. Ik heb even pauze. Dus ik dacht... Let's do it. Huh? Dit is helemaal niet... Mijn wenkbrauwverf. Wacht even. Even zoeken hoor. Nou, ik ben dus mijn wenkbrauwverf kwijt. Tenminste deze. Ik heb... Waar is het nou? Ik weet niet waar die andere is. Maar die andere die is veel te licht. Maar ik dacht... Ik wilde sowieso eventjes mijn wimpers gaan schoonmaken. Heb ik nog nooit gedaan. Ik weet dat dat moet, maar ik was gewoon altijd te lui om het te kopen. Dus ik ga het nu voor het eerst doen. Ik ben heel benieuwd, want ik dacht altijd als je het schoon gaat maken, dan gaan er allemaal wimpers uitvallen. Ik heb ze maandag gedaan trouwens. Ik kan niet goed zien. Oké, ik ga dit gewoon erop doen ofzo.
Moet ik het schudden? Ik dacht altijd, als je je wimpers nat maakt, dan gaan ze uitvallen. Maar, blijkbaar niet. Maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon een speciale foam. Oké, ik moet dus dit doen. Ja, dan moet ik gewoon onder water, moet ik dat gewoon spoelen of zo? I don't even know. Moet ik dit nu ook spoelen? Zal ik maar doen? Man. Heel veel was dat. Oké, nou, ik ga het gewoon eraf spoelen. Ik denk dat het zo wel goed is. Maar nu vraag ik me af of ze dan vandaag wel weer... of ze vandaag dan wel weer goed zijn. Jongens, wat een avontuur. Oeh, en ik weet ook helemaal niet of dit genoeg is. Dus, Shannon, als je dit ziet, laat even weten of ik het goed heb gedaan. Maar ik denk dat we er straks wel achter komen. Oké, ik ga het even afspoelen. Ik ga denk ik straks even een masker opdoen. Mijn gezicht is echt weer rustig geworden. Ik kreeg trouwens ook wat vragen over een skincare routine. Volgens mij heb ik dit al beantwoord. Maar ik ga dat denk ik op vakantie opnemen. Want zodra ik op vakantie ga, ga ik weer nieuwe spullen halen. Dus stay tuned. En ik drink inderdaad zei ook iets meer water. Dus ik denk dat dat ook wel gewoon goed helpt. En Jordan, ik heb ook zo'n hele natuurlijke, dit zit in mijn oog man. Zo'n natuurlijke kokosolie of zo, heet die. Die doe ik best wel zo. Jezus, die doe ik ook wel best wel vaak op mijn huid. Oké, ik ga dit eraf spoelen. Oh my god, kijk. Ik heb ze net uitgeborsteld. En ze zijn weer helemaal fluffy. Amazing. Dus een tip jongens. Ik denk sowieso dat elke, hoe heet dat? Elke wimper tag, lash tag, dat wel zegt dat je je wimpers moet schoonmaken. Maar heel veel mensen zijn denk ik ook gewoon lui, net als ik. Om het niet te doen en om het te kopen überhaupt. Maar het helpt echt. En ik heb ook helemaal niet wimperuitval of zoiets gekregen. Het is gewoon, eerst wordt het een beetje hard omdat het natuurlijk nat is geworden. Dan moet je het gewoon goed uitborstelen. En het ziet er gewoon weer helemaal mooi uit. Ik heb net een TikTok gemaakt. Tenminste, ik wilde een TikTok maken hoe ik mijn make-up elke dag doe. Nou, ik snap helemaal niks van TikTok hoor. Dus dat is mislukt. Ik heb wel een andere TikTok gemaakt. Dus check me op. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het op TikTok heet. Volgens mij heet ik gewoon Kioma Visaiza. Maar ik zal het sowieso in de hoe heet dat? In de beschrijving staat hieronder. Mijn wimpers zijn echt gorgeous. Dus check mijn nieuwe TikTok, hij is wel echt leuk. En ik probeerde net weer een TikTok te maken, maar het lukte gewoon voor geen meter. Dus ik denk dat ik even video's moet gaan bekijken over TikTok editing iets. Anyway, ik ga nog even wat werk afmaken. En daarna ga ik naar mijn sluis. En ik heb een pizza gekocht gisteren. Dus ik ga lekker pizza eten vandaag. Ik ga nu wel nog even appro eten met banaan. Want ik heb alleen maar die brood met ei gegeten vandaag. Dat is eigenlijk best wel slecht. En het is al 4:30 volgens mij. 4:45 zelfs. Oh mijn god. Oké, dus dat ga ik even doen. Mijn make-up is echt goed gelukt vandaag. En vanavond bowlen. Ik heb helemaal zin in. Ik zal even mijn outfit laten zien. Deze outfit heb ik vandaag aan. Deze sweater van Pretty Little Thing. Broek van Fostex. En mijn Nike Air Force Shadow. Ik ga het gewoon zo comfy houden. Ik weet niet of ik dit aan ga houden met bowlen. Maar ik denk het wel. Maar ik neem denk ik wel nog een extra outfitje mee. Want ik weet niet of ik heel moe word straks en dat ik een dutje wil gaan doen, want we gaan pas om 11:30. Misschien wordt heel mijn shirt dan vies of heel mijn trui vies. Ik zie wel. En ik ga, oh, dat wil ik. Ik wil nog een smoothie maken, dus dat ga ik ook nog even doen. Anyway, ik heb deze lipgloss op van, hoe heet dit? Revolution. Ik had deze ooit gekocht en toen was ik helemaal vergeten dat ik het had gekocht. En ik zag het net in mijn etuietje. Deze is echt amazing. Hij blijft niet heel glossy omdat het een soort van olie is.
Maar het is gewoon lekker. En hij staat echt super cute. Het is gewoon een clear glass hoor, maar hij is wel echt, echt heel mooi. Ik ga even wat Alpero eten. Met strawberries, because I'm freaking hungry. I'm freaking hungry. Yes, I am. Eigenlijk moet ik even wat eten wat eten is. Jongens, kijk hoe groot deze aardbei is. Dat is echt niet normaal hoor. Dit is mijn hand. Oké, het is niet zo groot als mijn hand, maar het is wel kapot groot. Kijk even hoe lekker, jongens. Ik heb er ook chiazaad. Oh, chiazaad bij gedaan. Ben je aan het bellen met Kimmy? Ja. Kimmy, wil je in de vlog? Hoi Kim. Dit is Kim. Oh, je bent niet in focus. Ja, laat Kens even zien. Hey, tante is een baby. Kijk hoe die... Hij wil niet eens wat je zegt. Ik sta op de pont. OMW. En ik heb echt een heerlijk drankje. Ik had deze dus een paar weken terug bij... Zo, ik ben heel donker ineens. Ik had deze een paar weken terug gezien bij Albert Heijn. Toen dacht ik, let's try it out. En het is echt heel lekker. Het is een soort van gember drankje. En hoe heet dat? Limoen. Hij is heel lekker. Er zit ook een beetje prik in. Maar goeie. Dus als je nog op zoek bent naar een lekker gember drankje. Heel veel mensen vinden het vies. Ik vond het vroeger ook echt vies. En toen heb ik het soort van leren drinken. En dit is echt amazing. Ik heb trouwens een smoothie gemaakt. En ik heb het hierin. Omdat ik dus geen bidon had. Want die ligt nog bij Jordan thuis. En dat ding is denk ik al 4 keer omgevallen. En het is een klein beetje gaan lekken. Maar ik moet even gaan kijken hoe ik dat ga doen als ik verder rijd. Want anders is straks heel die smoothie daar op de grond. Ik ben bij Jornik. Ik zit op de bank. Jelani. Nou. Kaylee is hier en mijn schoonmama Fiantali. Ik vroeg net of ze in de vlog wilden en ze zeiden allemaal tegelijkertijd ja, net als Jelani, toch? Wat ben je aan het eten, meisje? Hallo, vlogpakje. Wat voor message wil je geven aan iedereen? Volg ik jongen allemaal. Ah! Volg ik jongen en like en abonneer op haar. Ik was stuk. Hey guys. Welkom bij mijn vlog. Hier ben ik met KJ Lee. Hoi. En ja. Is het lekker? Dat is mijn vader. Wauw, Jelani. Kijk, Jelani, Jelani. Zeg maar hoi. Is het lekker, hè? Dat is echt, hoi! Dat is echt te wijn. Ik weet het. En daar is Kioma. De echte vlogger. Wat is je Instagram? Ga even achteruit.
drankjes doen bij Coconut, hopelijk. Mel's in de back. Met Gino en Joris achter het stuur. Nou man. Ja. Is het maar, jullie gaan zo zien maven binnenkomen, want ja, de ik helft denk dat heeft erin aan. Nee, maar het is sowieso kapot druk, hè, want het is het eerste weekend van... Oh nee. Of wel? Die flits die helpt voor geen meter. Tenminste, dan moet je hem echt boven omhoog. Nee, dit is gewoon goed hoor. Nou, we zijn nergens binnengekomen, het was overal mega druk. Dus we gaan nu naar Java toe. Kapsalon eten. Kapsalon. Je kent het. Ik begin kapsalon, want ik denk dat ik dan echt oprecht ga kotsen. Oh, ik kan echt niet tegen kapsel. Oh joh, hij ging bij. Meneer, kijk uit waar je loopt hoor. Meneer. Oh. Meneer. Nee? Verdomme. Je opa niet. Oké, sorry. Jongeman. Hoe oud ben jij? Ik ben 21. Hoe oud? Okay, ik vlog. Wil je me vloggen? Ik zag je opa. Zit in de auto. Het is inmiddels vandaag alweer 3:10. Gisteren was hartstikke gezellig. Ik moet echt weer wennen aan het laat slapen en drinken en dingen en zo. Maar het was heel gezellig. En we hebben vanochtend even de. Vanochtend hebben we net. Om 2:30 hebben we de auto eventjes gebracht voor APK-keuring. Oh my god. En nu gaan we naar de IKEA toe. We gaan sowieso een matras halen voor Jordy. Tenminste, niet echt een matras, maar gewoon zo'n laagje voor op zijn boxspring. Want er zit nu heel vaak een gat tussen zijn bed en dat is echt verschrikkelijk om te slapen. En daarna gaan we denk ik nog langs Kimmy en daarna, I don't know. En het zonnetje schijnt, jongens. Helemaal lekker. Helemaal lekker. We're here. Volgens mij heb ik ooit gehoord dat je in de IKEA niet mag filmen. Of ik heb het gedroomd. Ik heb zo'n badass. I am. How cute is this? Helemaal in de taupekleuren, crème kleuren. Very cute. Very cute boyfriend. Nou jongens, we zijn voor de helft geslaagd. We wilden dus een... De spiegel zit boven mijn hoofd. Die hebben we dus wel. Alleen we hebben geen topmatras. Maar we hebben er wel eentje gevonden op bol.com. Dus die gaan we bestellen. En dan hopelijk is dat een goede. En is die dik genoeg. Hopelijk. En we gaan nu eventjes langs de Mackie. Even eten. Een snackie. And then we're going to my sister. Volgens mij is mijn camera een beetje vies. Ja, die was wel een beetje dirty. Oh, we zijn bij Kimberly. Oh joh, mijn lippen zijn om in glow in the dark of zoiets. Of zo, hè? We zijn bij Kimmy. Ik zweer dat Kimberly, dit huis... Is echt mijn peace. Echt? Ja, ik zie het. Die van mij niet meer. ik lig hier en ik kan gewoon nu in coma vallen. Hè? Huh? Laten we dat maar niet... Doe maar niet mee. In coma slapen. In coma raken. Hè? Nee, alsjeblieft niet. Waar is Kenzel? Kenzie, kom! Kom mooi zeggen tegen vlog. Kom maar. Kenzel. Nou en? Je wordt geroepen door Chic. Oh joh. Moet je naar buiten? Dat deed echt pijn. Julik, stop! Film ik nu? Zij hier in nooit deze straat? Willem Tonto. Zeg eens politie. Politie. Nee, Julik zegt politie. Hey guys, ik heb gisteren niet meer gevlogd, denk ik. Nee, volgens mij niet. Maar ik heb gewoon de hele dag gechilled. Ben naar huis gegaan voor Journey.
En ik heb gewoon lekker op bed gelegen. Ik had de hele dag echt superveel pijn aan mijn rug. Dus eigenlijk heb ik helemaal niet lekker op mijn bed gelegen. Ik had echt kapot veel pijn. Dus ik ben op een gegeven moment maar gaan slapen. En ja, daarna heb ik een beetje op mijn telefoon gezeten. Niet zoveel bijzonders. En wat wilde ik ook weer zeggen? Ja, ik ga hierbij sowieso de vlog afsluiten. Ik ben eigenlijk aan het werk nu, maar ik heb heel eventjes een 5-minute break genomen omdat ik zoveel pijn aan mijn rug heb. En ik heb vanochtend ook de fysio gebeld om mijn afspraak te maken, want ik heb vannacht gewoon helemaal niet kunnen slapen. En het wordt gewoon, het beïnvloedt een beetje mijn leven nu, dus het wordt echt tijd om hier gewoon, hoe heet dat, even een afspraak te maken. Zo, ik stop er helemaal om even een afspraak te maken, want eigenlijk heb ik al pijn aan mijn rug sinds dat ik in groep 8 zit of zo. Echt heel jong had ik pijn aan mijn rug. En soms wordt het heel erg en dan gaat het weer weg en dan wordt het weer heel erg. Maar het is nu denk ik al een paar maanden aan de gang dat ik gewoon niet kan slapen. Ik kan niet lekker in mijn werkstoel zitten. Dus het is gewoon freaking annoying. Dus ja. Ik zie jullie weer in de volgende vlog. Peace out.